Nietzsche richt daar iets op wat tekenend is voor zijn manier van leven en zijn wijze van denken. Hij richt daar een dispuut op, een dispuut dat de naam heeft Germania. Hij is nog in zijn wat Duits-nationalistische periode. Maar wat belangrijker is, een dispuut dat een heel merkwaardige, door Nietzsche ontworpen, door Nietzsche bedachte en door Nietzsche ook vooral onder de aandacht gehouden spelregel kent. Namelijk deze. Alle leden van het dispuut verplichten zich ertoe om om beurten, en dat is één keer per maand dat iemand aan de beurt is, een werkstuk in te leveren. Dat werkstuk mag zijn ofwel een muzikale compositie, ofwel een gedicht, maar dan bij voorkeur in het Grieks geschreven, ofwel een essay, maar dan bij voorkeur in het Latijn geschreven. Tweede regel, de leden die niet aan de beurt zijn, verplichten zich ertoe om het werk van hun collega zo fel als mogelijk te bekritiseren. Dit is tekenend voor wat je voortdurend in Nietzsche's leven en geschriften zult zien. Een sfeer van competitie. Een sfeer van wat hij met de Grieken zal noemen de goede eris, de goede strijd. De strijd, de wedstrijd, die het mogelijk maakt dat mensen het beste uit zichzelf halen. En die strijd mag hard zijn, moet hard zijn, maar is een strijd waarin het niet gaat om de vernietiging van de ander, maar om het zelf groter, sterker worden, doordat men zich meet aan de ander. Het zal u niet verbazen dat dat dispuut met deze regels niet erg veel leden krijgt. Behalve Nietzsche zelf zijn er maar twee, zijn twee meest hechte vrienden in die tijd, Wilhelm Pinda en Gustav Krook. En het blijft ook bij die twee, dus ze zijn in totaal met z'n drieën. Nietzsche volgt dat gymnasium daar, doet dat met veel succes, is in bijna alle vakken de beste, behalve in twee vakken, namelijk in dansen. Blijkbaar kregen ze ook dansen, dat kon hij niet. En in wiskunde. De wiskundedocent heeft zelfs ervoor gepleit om hem te laten zakken voor het eindexamen. En toen heeft de docent klassieke talen gezegd, als u deze leerling laat zakken, dan neem ik onmiddellijk ontslag. Want ik weet zeker dat ik nooit meer een betere zal krijgen dan deze Friedrich Wilhelm Nietzsche. Zijn talent voor de klassieke talen, überhaupt voor de taal, maar zeker voor de klassieke talen, is heel duidelijk aan het licht gekomen al in deze gymnasiumperiode. Hij gaat natuurlijk studeren als hij daar afstudeert. Hij gaat naar Bonn toe, twijfelt over wat hij zal gaan studeren. Dat kan muziek, compositie zijn, dat kan filosofie zijn, dat kan theologie zijn, dat kan klassieke filologie zijn. Hij doet zo eigenlijk, ja, wat tegenwoordig nog steeds studenten in hun eerste jaar doen. Hij doet van alles wat en van niks erg veel. Hij kijkt een beetje rond en geniet een beetje van het studentenleven. Maar na dat eerste jaar weet hij wat hij wil. En weet hij ook waar hij het wil gaan doen. Hij gaat naar Leipzig, waar een van zijn Bonner docenten ook naartoe gaat. Gaat hij achterna, een docent in de klassieke filologie. En Nietzsche studeert vanaf dan in Leipzig klassieke filologie. Hij is dus vanaf 1865 student in Leipzig en dan serieus student. En zelfs zeer serieus student. Nietzsche zal alles bij elkaar 3 jaar in Leipzig studeren. En na die 3 jaar onmiddellijk benoemd worden als hoogleraar in Basel. Dus dat ene jaar lummelen haalt hij ruimschoots in. Bovendien wordt hij dan benoemd in Basel. Op grond van zijn prestaties natuurlijk in die 3 jaar. En prestaties waaronder vele wetenschappelijke publicaties. Nietzsche heeft belangrijke publicaties op het gebied van de klassieke filologie, met name de Griekse filologie, op zijn naam staan, al voordat hij afgestudeerd is. Eigenlijk studeert hij helemaal niet af, want hij krijgt al het verzoek om een benoeming als hoogleraar in Basel te aanvaarden,
voordat hij afgestudeerd is. Laat staan gepromoveerd. Nietzsche is nooit gepromoveerd. Heeft nooit een proefschrift geschreven. Maar de Universiteit van Leipzig is zo vereerd dat deze voorbeeldige student zo snel, zo hoog reikt, dat ze hem de titel, de dokterstitel, en het afstuderen erbij geven op het moment dat hij dat verzoek uit Basel krijgt. En dan trekt Nietzsche dus naar Basel, waar de volgende periode van zijn leven begint. Maar voordat ik daar iets over zeg, eerst nog iets over deze periode als student in Leipzig.